Zoals jullie kunnen zien sta ik opnieuw in een ander dorp op dit moment in Vlaanderen, meer bepaald in Herne. En ik heb zo dadelijk een afspraak met Frank Nevens van Hecht Herne. Mocht u zich afvragen waar Herne ligt, het ligt in het Pajottenland. Ik sta hier ondertussen naast Frank. En Frank, jij brengt mij ergens naartoe. Waar naartoe? We staan hier op de Karthuizersite van Herne. Hier stond vroeger klooster, het is al lang vergaan en begraven, maar sinds vorig jaar staat hier wel een nieuwe constructie. Uh-huh. Iets heel merkwaardig, waar al veel mensen naar gekeken hebben en wij zijn daar ook wel trots op. En daar gaan we nu eens naar kijken. Zeg. Benieuwd wat het zal zijn. Sinds dat hij hier staat, sinds september eigenlijk, zijn er al redelijk veel mensen komen kijken. Die komen hier voorbij, ze komen wandelen, ze vertellen het aan elkaar, ze komen hier picknicken. En hier passeren ook wandelingen. Als er zo'n dingen georganiseerd worden in de gemeente, dan zeggen ze, we doen een stop aan de landschapskubus. Dus het heet de landschapskubus? Ja, zo wordt hem genoemd. Ja. Wij noemen hem spottend ook wel eens de kubus, maar dat maakt blabla. Niet uit. Mensen weten hem staan en dat is belangrijk. We staan hier ondertussen in de kubus, Frank. En de kubus is er gekomen vanuit Hecht Herne. Kan jij mij uitleggen, wat is eigenlijk Hecht Herne en hoe kwam die kubus er dan eigenlijk? Hecht Herne, dat is een groep van inwoners van Herne. Mensen die zich willen engageren om projecten te realiseren en die denken dat ze wel expertises, competenties, handigheden hebben om dat samen te doen. En er was een idee eigenlijk van onze burgemeester, die had zoiets, een kubus, ergens op internet gezien en zei, oh, dat zou toch schoon zijn, hè? En dan zijn we daar gewoon mee begonnen. We zijn gaan kijken van, ja, zo moeilijk kan dat nog niet zijn. Dat is hout bestellen, planken zagen. Ja. Dus jullie hebben hem eigenlijk zelf gezet? Ja, we hebben hem zelf gezet, samen met een paar mensen van de gemeente zelf, ja. Van de technische dienst. Ja. Maar we hebben hem wel zelf ontworpen. Er is niet veel ontwerpen aan, maar toch moeten we elkaar krijgen. Ja. En dat is gelukt. Op een aantal dagen stond hij er eigenlijk. We hebben er veel meer dan een paar dagen aan voorbereid. Maar goed, het was leuk, het was fijn. En eigenlijk zijn er nu zelfs plannen om er nog zo 3 te zetten. Mo, ja, hier vlak achter. Nee, achter. We hebben 4 deelgemeentes. Nu staat er een in de hoofdgemeente, zeg maar, in Herne. Dus nu komt er ook nog wel een in Sint-Pieterskapelle, in Hervelingen en in Kokkejaan. Dus daar roepen wij nu opnieuw mensen op. Nieuwe mensen. Wie heeft er goesting? Wie heeft er een tof model? Want het hoeft niet hetzelfde te zijn. Nee. En Een ronde kubus bijvoorbeeld. Ja, we hebben hier ooit een jeugdclub gehad en die heette het Rond Vierkant. Dus waarom niet? Het is een mooie verwijzing. Alles kan. Ja. Okay. Frank, waar willen jullie staan, zowel op korte als op lange termijn, met Hecht Herne? Op korte termijn, als ik dan kijk naar 2017, zouden wij graag een tweede kubus in Herne geplaatst hebben. Misschien bezig aan een derde. En wat we ook bijzonder graag zouden doen is met zoveel mogelijk inwoners van Herne werken aan een visie, een toekomstvisie op onze eigen gemeente. Volgend jaar is een verkiezingsjaar. Niet dat wij werken voor de politiek, dat doen wij expliciet niet. Maar het zou wel goed zijn mochten we dan ongeveer een beeld hebben over hoe willen we eigenlijk dat onze gemeente en onze regio eruit ziet binnen 30, 40 jaar bijvoorbeeld. Waar willen we dan met Hecht Herne staan? Dat is dat we in ieder geval een grotere groep, een steeds grotere groep van vrijwilligers en van geëngageerde mensen rond die filosofie krijgen van hoe kunnen we samen, elk met onze specifieke kennis en expertise en onze talenten, hoe kunnen we daarmee gewoon leuke projecten doen, samen met whatever het gemeentebestuur mogen zijn, maar ook samen met de bedrijfjes uit onze gemeente, samen met de verenigingen, want die zijn ook talrijk in deze gemeente. Hoe kunnen we samen gemeenschap maken eigenlijk? En dus dat is eigenlijk onze ambitie, hoe zoveel mogelijk mensen achter dat idee goed krijgen. En we hebben zelfs ooit de wens uitgesproken dat wij als Hecht Herne, als vereniging, niet langer zouden moeten bestaan, maar dat er gewoon een dynamiek is waarbij dat mensen samenwerken aan hun gemeente. En dan heb je daar geen vereniging voor nodig. Dat is gewoon een automatisme, bij wijze van spreken. Dat zou ons ideale doel zijn, dat we niet meer nodig zijn.